Betekent dat dan niet dat ook Europeanen zich in hun bewegelijkheid zouden moeten beperken? Een visie voor een grenzeloze wereld. Dat veronderstelt al dat je een grenzeloze wereld zou willen hebben. En ik zou dan als filosoof zeggen, nou, soms moet je in allerlei contacten die je met mensen hebt, moet je grenzen stellen, want anders kan de hele wereld niet functioneren. Nou, dat is één grens. De andere grens, de nationale grens of de grens van Europa, hè, de nationale grenzen zijn we binnen Europa steeds meer aan het opheffen, maar dan zeggen we wel, van, nou, dan moet er om Europa moet een hele hoge grens komen. En dat doen we liefst niet materieel, maar door middel van visa. Hè, om te zorgen dat mensen geen visa hebben en daarom niet Europa binnen kunnen komen. Dat soort grenzen vind ik veel lastiger, omdat veel Europeanen het zich permitteren om over de hele wereld te reizen. Meestal als toerist of als expat, tijdelijk als student ergens heen gaan. En dat dan andere niet-Europeanen niet toestaan. En dan vind ik grenzen stellen heel lastig, want het is een onevenwichtig, niet rechtvaardig verdeeld vorm van grenzen stellen. Je zou kunnen zeggen, stel dat je zegt van we willen bewegelijkheid wereldwijd rechtvaardiger verdelen. Dus dat mensen ook hierin kunnen komen, dat mensen bijvoorbeeld uit Afrika hier enige tijd kunnen werken. Misschien als blijkt dat dat heel makkelijk gaat, dat ze ook een verblijfsvergunning hier krijgen. Dus je zou kunnen zeggen, je moet anders over migratie gaan denken. Maar het kan ook zijn dat je zegt, ja, maar als je nou iedereen evenveel laat bewegen als dat de westerse mens doet, is dat eigenlijk wel haalbaar? Hè? Is er wel voldoende luchtruim bijvoorbeeld? We hebben nu in Nederland heb je dat alle snelwegen voortdurend verstopt zijn. Dat zul je op een gegeven moment ook met vliegtuigen hebben. Je zit ook nog eens met de CO2-emissie. Kan dat eigenlijk wel? En zo niet, betekent dat dan niet dat ook Europeanen zich in hun bewegelijkheid zouden moeten beperken? Nou, dat is voor veel Europeanen is dat iets waarvan ze denken van ja, maar je moet toch als toerist, je moet toch overal heen kunnen, want dat is ons grote gedachtegoed. Wij moeten de wereld in, wij moeten op avontuur. Dat hoort bij het Europese DNA. Dus dat vergt een bepaalde switch van denken over wat bewegelijkheid is, hoeveel bewegelijkheid jezelf toestaat, hoeveel je bewegelijkheid je een ander toestaat. Dus ja, daar kun je op verschillende manieren kun je kijken hoe je daarmee om zou kunnen gaan.